Martin Jol, vandaag is de presentatie geweest van de nieuwe technische staf. Zou u allereerst kunnen toelichten waarom is de keuze op Alexander Rankovic gevallen? Ja, ten eerste denk ik dat Rankovic heeft een verleden bij Den Haag. Kent de club, weet ook wat die club betekent voor onze hardcore fans. En ook denk ik voor andere mensen die hier of sponsoren of hier werken. Maar in ieder geval voor onze fans die kennen hem. Ik denk dat het heel toevallig, maar ook heel leuk is dat de Knopper bijvoorbeeld met hem gevoetbald heeft, bij Ajax zit. Die naam kregen we natuurlijk al vaker door, maar het is toch lastig om iemand zo geïsoleerd in een functie te zetten als in deze setting. Nou, als je Rick Hoogendorp ziet, ja, is toch misschien niet altijd hier omdat hij naar andere clubs gegaan is. Hij is van hier op jonge leeftijd weggegaan, MVV, Dordrecht, RKC. Ja, heeft bij mij, of bij RKC, is een soort van topscorer geworden, een soort van legende met over de 100 goals. Dat Santoni is iemand die complementair is aan die mensen, heb ik gehad bij Ajax. Heeft ook bij Inter gezeten, heeft getraind bij Cagliari. Is een dataspecialist, is gewoon heel handig. In Engels zeggen ze hands-on. Kan de jongens ook weer aanvullen. Dus ik denk dat we een kwartet van mensen hebben die voor Den Haag ja, eigenlijk ongekend goed zijn. En ik hoop dat ze dat de komende jaren gaan bewijzen. Ik zal ze in ieder geval steunen. Is dat dan ook een van de punten dat je het Haagse zeg maar weer een beetje wilt terughalen in de club? Nou, ik denk dat iedereen wel weet dat wij dat Den Haag of FC Den Haag of ADO Den Haag zullen ze een keer een naam moeten verzinnen. Ja, ik denk Den Haag. Ja, dat is natuurlijk een club die leeft onder de mensen. Maar ik vind Den Haag moet eigenlijk weer terugkeren naar de basis. En dat is in 1971 gebeurd na de fusie. En Den Haag is gewoon van de mensen, maar ook van de mensen van Den Haag. Ook van de oude spelers van Den Haag. Vroeger had je, zeker in het kader, allemaal mensen die hier gespeeld hadden. Nou, en ja, dat vindt Mo ook heel belangrijk. Dat vind ik ook belangrijk, dat hier ook mensen die vroeger weggegaan zijn. Ik heb gisteren bijvoorbeeld met Romeo Zonne van gezeten. Tjöla Ling is natuurlijk gigantisch, misschien wel het grootste talent wat we ooit gehad hebben. Johnny Dusbaba, al die mensen, ja, ik zou ze zo graag terug hebben. Dik Advocaat, allemaal mensen die weten wat Den Haag betekent. En ADO betekent voor de mensen en betekent heeft. En ik denk dat je ook in dat licht moet bezien dat wij gingen naar een kwartet van mensen die ten eerste veel met voetbal hebben, kwaliteit hebben, maar ook heel veel met Den Haag hebben. Dan even over uzelf. Het is bekend geworden dat ADO een technisch hart heeft gevormd. En u bent daar het hoofd van, zoals dat zo mooi heet. Kunt u een beetje uitleggen wat die functie inhoudt? Nou ja, het is geen functie. Technisch hart zegt het al. Ik vind gewoon dat als iemand weggaat, en dat is in het verleden eigenlijk niet zo geweest, dan gaat het gewoon verder. Of ik nou wegga, of dat de trainer weggaat, of dat de assistenten weggaan. De club moet door. Nou, nu is het toch zo geweest. Je ziet het ook de laatste keer. Je ziet het daarvoor. Fons Groenendijk besloot voor de kerst om op te stappen. Ja, dan heb je toch een heel groot probleem. Ja, moet je het dan Dick Hezen laten doen? Moet je een andere trainer halen? Ja, ik vind met een technisch hart, en dat zie je ook bij andere clubs in Europa, gaat het gewoon verder. Nou, en hier heb je toch gezien dat iedere keer de prestaties wat wisselvallig waren. Mensen vergeten dat we vorig jaar ook helemaal onderin stonden en dat we door die 5 overwinningen ineens eruit kwamen. Maar ik wil gewoon een Den Haag wat een hele goede club is in de Eredivisie en ook mee kan gaan doen om de prijzen. Nou, dat zou even duren, want we hebben een groot probleem op het ogenblik, zoals iedereen weet. Zeker met die coronacrisis. We hebben een elftal van voor de kerst, hebben we nu nog steeds. Min misschien Malone en nog enkele spelers. Maar we moeten dus toch proberen om weer een Den Haag te krijgen wat aanspreekt bij de mensen. En we willen toch dat stadion vol hebben en op de banken hebben.